Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu! Ik heb vandaag voor jullie een bikini clothing haul. Ik ga ze allemaal aandoen ook, zodat jullie kunnen zien hoe ze zitten. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik ze ga passen. Alle bikinis die ik heb zijn van Zaful. Ik koop best wel vaak bikinis op Zaful of op Shein, omdat die zijn ten eerste heel goedkoop. En ten tweede, tot nu toe heb ik er nog nooit echt veel problemen mee gehad. En komen die altijd goed aan, heb ik nog geen douanekosten moeten betalen en zo. Dus daar ben ik kei blij mee. Vele van jullie vragen altijd welke maat ik neem en zo. En als het betrouwbaar is, bla bla bla. Ja, het is betrouwbaar. Ik heb, zoals ik zei, nog nooit problemen ermee gehad. Ik zelf heb nog nooit douanekosten moeten betalen. Maar ik weet wel dat dat kan, omdat dat van China komt. En qua maatjes neem ik, ik weet eigenlijk zelf al niet meer wat ik altijd neem. Maar ik denk een small. Ja, small of 36. Dus ik neem altijd de small. Dit is Zaful. Een Shein denk ik dat ik wel medium neem meestal. Omdat ik van boven een medium moet hebben. En dan heb ik heel soms dat de broekjes een beetje groot zijn. Dus dat sukt dan wel. Maar ik gooi die meestal zo eens in een droogkast op heel warm. En dan passen die wel semi. Ik ga jullie alles laten zien. Let's go! Oké, de eerste bikini die ik heb is deze blauwe bandeau top. Persoonlijk draag ik van deze topjes niet graag, omdat als ik die van boven te groot wil trekken, dan komt van onder eruit. En anders heb ik zo schrik dat er iets uit gaat springen of je zo'n nipslip of zo krijgt. Dus daarom draag ik dit niet graag. Ik vind ook, ik heb schrik dat dat afzakt of zo, maar deze zit nu wel oké. Goed vast, maar toch, je weet zo nooit. Het broekje is vrij hoog, zoals je kunt zien. Maar dat heb ik wel graag. Ook van achter. Die zit wel echt heel hoog. Maar dat vind ik zelf persoonlijk wel tof, zo'n hoger broekje. En ik heb graag zo van die halve broekjes of eerder string broekjes. Dus dat vind ik wel mooi. Op zich vind ik de kleur ook heel mooi. En ja, het model is ook heel mooi. Want zoals ik zeg, ik heb altijd schrik dat zoiets afzakt. Dus ja. Maar overall, goed gekeurd. Dit is de tweede bikini. Een khaki groene. Ook weer een hoger broekje, as you can see. I like it. Ook hier weer zo op de heupen. Dit topje kun je hier strakker of losser maken. Dus dat is wel fijn. En van achter is het dan zo. Dit is wel minder om te zonnen, vind ik. Want dan heb je zo'n stuk wit. Dus zo'n bikini zou ik niet aandoen om echt in de zon te liggen. Maar oké, langs voor vind ik hem wel heel mooi. Zit ook heel goed. Ook weer een smal. En de kleuren vind ik ook wel mooi. Khaki is zo'n kleur die altijd wel gaat. En die toch zo neutraal is. Dus I like it. De ruffeltjes, details zijn ook wel schattig. En ik moet zeggen, die zit echt wel heel goed. Alleen hier denk ik dat er iets verdraaid zit. Ah ja, oké. Er zit padding in en deze zat verdraaid. Maar nu is dat ook goed. Next up is deze blauwe met bloemetjes. Maar ik merk al direct dat dit ver uit elkaar ligt. Dat, ja, als gewoon mijn bikini een millimeter naar hier of naar hier verschuift of zo, dan gaat je iets zien. Dus dat vind ik niet aangenaam. Ik dacht dat je die kon binden, samenbinden, maar dat is niet. Dat is gewoon een doorlopend stuk en een touwtje eraan. Dus je kunt die niet meer zo maken of die zo meer je borst bedekt. Maar die ligt best ver uit elkaar. Het broekje van achter is ook wel iets breder. Ik weet niet als je het ziet, maar het is wel iets meer coverage. En van voor wel weer goed hoog. Dus dat vind ik wel weer leuk. Maar ook weer van achter dit stuk wat echt zo wel heel betekkend is.
Dus wat ik minder leuk vind om te tijnen. Maar overal vind ik het printje wel heel leuk. Ik vind het echt een mooi printje. Maar ik denk dat ik deze misschien zo zou aandoen voor een foto. En that's it. De volgende bikini heb ik wel... Oei, ik heb mijn broekje best te buiten aan. Oké, dat is beter. Maar deze bikini heb ik wel al aangedaan om naar de wellness te gaan met de YouTube girls. Ik denk dat dat de vorige video was of de video daarvoor. En deze vond ik wel heel fijn, zit heel goed. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Maar langs de ene kant misschien heel raar, maar vind ik dat ik een beetje op een kindje lijk in deze bikini. Een klein meisje. Ik weet niet waarom, maar misschien met die streepjes of zo. Een heel mooi broekje vind ik. Goed hoog ook weer. Ja, deze bikini vind ik tof. Het model vind ik goed. Dat staat niet te ver uit elkaar. Dus deze vind ik echt wel zeker geslaagd. En die terracotta kleuren vind ik wel heel mooi. Ook als je bruin bent. Dus ik heb wel een beetje een kleurtje. En dat matcht wel, vind ik. De volgende vind ik het topje echt super tof. Ik vind het een kei mooi topje. Maar het broekje is echt niet mijn ding. Ik hou absoluut niet van hoge broekjes. Allee, zo wel hoog, maar niet zo bedekkend. Dus het broekje is echt niet mijn ding. Ik vind de achterkant thans wel weer heel mooi van het broekje. Vind ik echt leuk, maar de voorkant is echt niet mijn ding. Dus ik denk misschien dat ik deze bikini zou dragen met een wit broekje of zo. Zou matchen. Want het topje vind ik echt tof. Van die dunne bandjes. Gewoon simpel, maar wel een terracotta streepje. Zit heel goed, is heel stevig. En de achterkant van dit topje vind ik ook echt goed. Met de sluiting hier. En dat is ook mooi om te bruinen. Dus het topje, echt yes, I love it. Maar ik had gewild dat dit broekje zo'n smaller broekje was als die andere. En niet zo bedekkend, want dan gaat dit helemaal wit zien. De helft van mijn buik. Dat zou ik niet willen. Dus topje yes, broekje no voor mij. Als je zelf van hoge broekjes houdt en je wilt graag wat je onderbuik of zo verbergen. En je denkt, dit is toch mijn problemenzone of zo, ik wil dat verbergen. Dan is dit natuurlijk wel super goed. Dan hebben we nog één laatste bikini. En ik besef mij net dat ik eigenlijk deze bikini al heb. En die ooit al eens heb besteld. Dus super dom. Maar oké. Ik vond hem blijkbaar dus wel heel schattig. Anders had ik hem niet nog eens gekozen. Maar ik was vergeten dat ik die al had. Maar het is dus wit met kersjes op. Ook weer super cute. Weer wel zo'n bandeau topje. Dus dit zou ik wel weer aandoen om foto's te maken of om te chillen of zo. Met een hoge short of zo op vakantie. Want om te zwemmen, dit zakt echt. Toch zeker als je wild bent of zo. En ja, dat zou ik niet willen. Dus dit is wel weer zo eerder een bikini voor de schoonheid om aan te doen voor foto's of zo. Allee, voor mij dan toch. Ik vind hem wel heel schattig. Hij is misschien een klein beetje kinderachtig met de kersjes, maar toch vind ik zo met die cut-out hier dat het dan wel weer een beetje sexy en vrouwelijk is. Ook het broekje is weer echt cute. Ik vind het echt een super tof broekje. I like it. En en de voorkant van het broekje vind ik ook heel tof. Alleen zie ik dat er wel zo van naar binnen, uit de binnenkant van naar buiten komt. Maar ja, dat is gewoon door de kwaliteit. Het is wel goede kwaliteit, maar natuurlijk kun je de kwaliteit van Zaful of Shein niet vergelijken met bijvoorbeeld triangle bikinis die 100 euro kosten of zo. De vergelijking kun je natuurlijk niet maken. Maar ik vind deze wel echt super cute. Het is echt wel, denk ik, mijn favoriet van heel de hoop. Buiten het topje van de vorige bikini vond ik ook wel super tof. En de khaki bikini. Dat zijn denk ik mijn drie favorieten. Dus ja, deze. I like it.
Oké, zo, dat waren alle bikinis die ik heb besteld bij Safo. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Laat mij ook zeker weten in de comments wat jullie favoriete bikini was. En als jullie nog vragen hebben over Safo of Shein of andere Chinese websites om zo goedkope dingen te bestellen, ask away. Ik heb wel alleen ervaring met Safo en Shein, dus misschien alleen over die twee. Bij de rest heb ik nog nooit besteld. Maar ask away, ik wil gerust al jullie vragen beantwoorden. Dus zeker thumbs up voor deze video. En ik zie jullie volgende keer.